en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vrijdagmiddag. Vanmorgen ben ik met Noé naar het consultatiebureau geweest. Daar moesten we eventjes naartoe, want Noé kreeg haar vaccinatie. Dat stond eigenlijk vorige week al op de planning. Alleen toen had ze koorts, dus toen hebben we dat uitgesteld naar deze week. Dus ja, net zijn we geweest. En hebben ze even twee prikjes in haar been gedaan. Was echt heel erg stom. Ik had haar bovenkleding al uitgetrokken. En toen zei die vrouw tegen mij, het gaat in de benen. En toen dacht ik, oh ja, wat dom. Dus toen de bovenkleding weer aan, broekje uitgedaan. En toen heeft ze twee spuitjes gekregen. Eventjes gehuild. En eigenlijk stopte ze ook al vrijwel snel. Want toen we in de wachtkamer waren, hoorden ze een ander kindje huilen. En daar was ze helemaal van onder de indruk dat ze zelf stopte met huilen. Net ben ik doorgelopen naar mijn moeder. Daar heb ik nog even een boterhammetje gedaan, een flesje gedaan en op bed gelegd. Want normaal is het vandaag ook de oppasdag van mijn moeder. Ik ben vrij, dus eerlijk instantie dacht ik, nou ja, dan kan ze gewoon lekker thuis zijn. Maar ik wil ook graag nog het een en ander schoonmaken in huis. En met Noé erbij is dat niet altijd even handig. Dus ik heb haar naar mijn moeder gebracht. Mijn moeder ook blij dat ze eventjes kan oppassen. En ik blij dat ik even wat meters kan maken in huis. Dus Noé ligt nu lekker op bedje te slapen. Lux is wel thuis, dus die ga ik zo nog even weer uitlaten. En dan ga ik gewoon lekker starten met hier in huis de boel schoonmaken. Ook gewoon echt heel veel zin in. Normaal gesproken als ik dat doe, dan is het toch met Noé en dan gaat het even snel, snel, snel. Maar nu kan ik dat ook gewoon eventjes goed doen. Morgen heb ik trouwens iets heel leuks op de planning. Daar kijk ik ook nu al naar uit. Ik ga namelijk met Darcy naar de We Are Pregnant beurs. Vorig jaar ben ik daar ook geweest met Darcy. Toen liep ik daar hoogzwanger rond. En nu is Noé gewoon al bijna een jaar. En hebben ze zoiets van, we gaan daar lekker weer naartoe. Dus ik heb Darcy dat voor de verjaardag cadeau gegeven. Allebei inmiddels een kindje erbij. En ja, uit ervaring weet ik gewoon dat het leuk is om daar naartoe te gaan. Ook als je moeder bent. En niet alleen als je aanstaande moeder bent. Dus wij gaan lekker die kant morgen op. Het is in Utrecht. En ik heb gewoon super veel zin in om daar naartoe toe te gaan. Maar goed, dat is pas morgen. Ik moet nu eerst even lekker schoonmaken in huis. Nou, ik wil net Lux uit gaan laten. Komt het met bakken uit de lucht. Echt top. Het is droog en gelijk gaat de zon schijnen. Dus ik ga nu met dit kleine vriendje heerlijk lopen. Oh jongens, ik ben aan het opruimen, aan het schoonmaken en ik kom dan allemaal van dit soort kleertjes tegen. Nou, deze heb ik vorig jaar trouwens op de We Are Pregnant beurs gekocht. Heeft nog weer weinig aangehad, maar als ik dit al zie, dan kan ik gewoon echt huilen. Echt bizar, ze is gewoon bijna een jaar. Ze past hier niet meer in. Ja, echt heel bijzonder. Ze is natuurlijk niet heel groot, maar voor mij doet dit ze heel erg groot. Maar ik word er echt gewoon helemaal emotioneel van als ik die kleertjes dan zo zie. Er zijn echt bepaalde kleertjes die ik gewoon niet weg doe. Ik ga van de week wel weer het een en ander op Vinted zetten. Maar ja, er zijn echt bepaalde kleertjes waar ik gewoon een hele fijne herinnering mee heb. Als ze dat aan heeft gehad en dat soort dingen. Dus die bewaar ik. Deze bewaar ik ook. Maar goed, ja. Ik ben gewoon een beetje emotioneel als ik dan dit soort dingen zie. Nou, ik ben al even op de bank geploft, want ik heb echt ontzettend veel in huis gedaan. Echt, de hele kamer van Noé is helemaal spik en span. De bank hier heb ik schoongemaakt. De hele koelkast lekker leeggehaald, schoongemaakt. De wasmachine. Ik heb ook dat water er even uit laten lopen. En even met een vaatwasblokje ook nog eventjes laten draaien. Verder de trap van boven naar beneden stofgezogen met een doekje. En
het leukste is nog. Ik had ook op mijn, in mijn inloopkast heb ik nog zo'n ladeblok. En de bovenste la was altijd een beetje een soort van troepje. Dus daar had ik van die scrubbakken van de IKEA van gekocht. En die heb ik toen net ingedaan, lekker ingericht, weggegooid wat ik niet meer gebruik. Dus ja, gewoon echt heel erg fijn. Natuurlijk is nog niet het hele huis klaar. Ik ga woensdag, als ik vrij ben, nog even weer lekker ermee verder. Goed, dit voelt al heel erg fijn. En vooral als nu de zon erop schijnt, kan je echt goed zien wat je gedaan hebt. Dus dat is ja, echt helemaal top. Ik ga zo eventjes Noé ophalen. Die is nog bij mijn ouders. En die heeft het gewoon heel erg goed gedaan. Die heeft lekker echt een aantal uurtjes geslapen. En verder gaat het ook goed. Dus dat is gewoon heel erg fijn. We hebben onszelf heerlijk getrakteerd op een pizza. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Vanmorgen hebben we heerlijk met z'n drieën op bed geknuffeld. Gezellig gedaan. En daarna hebben we Noé proberen naar bed te doen. Alleen die wilde niet slapen, dus die is ook gezellig bij ons naar beneden gegaan. Hebben we lekker ontbeten. En nu ben ik helemaal klaar, want ik ga naar de We Are Pregnant beurs samen met Darcy. Beide zijn we niet zwanger, maar wel allebei een kleintje. En dan is het ook gewoon hartstikke leuk om daar rond te lopen. Dus dat staat vandaag op de planning. Ik pak nog even mijn tasje en dan haal ik Darcy op en gaan we er een hele leuke dag van maken. Wij zijn aangekomen in Utrecht, net de auto geparkeerd. Helaas geen laadpaalvrij, dus we moeten straks terug en nog eventjes laden. Maar goed, we gaan eerst lekker genieten en heel veel leuke dingen kopen. Wij zitten weer in de auto zoals je kan zien. De auto staat aan de lader. Dat is me gelukt. Dat was nogal spannend. Want het is echt de eerste keer dat ik de auto aan de lader doe. Maar ik zie op het schermpje dat die laadt. Dus dat is echt helemaal top. Maar we hadden net zoiets doms. Het was echt heel leuk hoor trouwens. Maar we zaten in de auto net terug. En ineens kreeg ik een appje op mijn scherm. En hij ging het voorlezen. Uw bestelling is klaar. En ik kijk, daar is die vraag aan. Uw bestelling is klaar. Ik denk, nou waar gaat dit over? Maar we hebben dus op de We Are Pregnant beurs allebei iets besteld. Hebben we helemaal laten personaliseren. En dat ligt dus nu voor ons klaar. Dus we hebben net al eventjes gebeld. Ze gaan er naar ons opsturen. Maar hoe dom. Ik heb er gewoon ook echt niet weer aan gedacht. Maar goed, dat komt dus nu nog thuis. Maar ja, ik voel me wel echt ontzettend dom. Gelukkig was ik niet de enige. Dat is precies hetzelfde. maar goed, we wachten hier nu nog even. Dan kunnen we lekker door naar huis. En dan ga ik jullie wel even laten zien wat we allemaal gekocht hebben. Nou, ik ben weer thuis. Terugweg nog even in de file gestaan en net lekker spontaan bij Darcy en Marco gegeten. Mike en Noé zijn ook die kant op gekomen, hebben lekker pasta gehad. Nu weer thuis, ben voor de camera gezeten, want ik wil nog even laten zien wat ik allemaal gekocht heb daar. Nou ja, één ding kan ik natuurlijk niet laten zien, dat wordt nog even nagestuurd, maar dat zien jullie later. Dat was bij Beer en Bij. Daar heb ik een houten boekje gekocht waar je dan al haar tekeningen in kan doen. En daar heb ik haar naam op laten zetten. Maar goed, dat komt dus nog. Allereerst, Liefies. Nou ja, daar koop ik wel vaker wat. Maar ook zij stonden daar. En daar heb ik een hele leuke legging gekocht voor Noé. Deze heb ik in maat 74 gekocht. Dus even lekker wat groter. Ik heb trouwens achter een groene kleur, dus hij is wat iets groen. Maar hij is gewoon wit met allerlei leuke bloemetjes erop. En die heb ik bewust even een maatje groter gekocht. Dan was Noé haar speentje kapot. Dus ik heb even een nieuw bibspeentje gekocht. Niet dat ze heel veel de speen gebruikt, maar goed, voor de momenten dat ze hem nodig heeft, hebben we er weer één. En dit is die ik gekocht heb. Zo'n oud roze kleurtje. En dan heb ik ook nog een heel leuk haarbandje gekocht. Dat is deze. Gewoon lekker ikru. Verder heb ik echt iets heel leuks gekocht. En dat ga ik haar met een verjaardag geven. Of dat gaan wij haar met een verjaardag geven. Maar er is ook nog iets onderweg. En dat is voor mij.
Maar ik heb schoentjes voor Noé gekocht. En ze zijn voor mij dezelfde bij aan het maken. Dus ja. Ik heb ze vorig jaar al gezien op de beurs. En nu hingen ze er nog. En toen dacht ik, oké, die wil ik echt voor Noé hebben. Dit zijn ze. En ik krijg dus precies dezelfde toegestuurd. Echt mega leuk. Dus die gaan we Noé met de verjaardag geven. En er komt nog wel een cadeautje bij. Maar dit wordt het in ieder geval. Verder hebben we ook nog heel leuk foto's laten maken. Bij zo'n fotoboot. Zit er dit tasje nog iets? Nee, deze zit niks meer. Verder heb ik even bij de Maiko leuke washandjes besteld. Washandjes komen altijd goed gepast. En ik vond dit gewoon een heel leuk printje. Dan heb ik bij Jan en Toet echt een ontzettend leuke shallopette besteld. Besteld, gekocht. In een wat dikkere linnenstof. Dit is de achterkant, die kan je mooi verstellen. En heb ik in maatje 74 gekocht, maar ik hield hem net achter Noé. En ik denk dat hij misschien wel gaat passen. Dus ik denk dat dit heel leuk is om haar met de verjaardag aan te trekken. Kan ik eventueel iets onderaan doen, ligt ook een beetje aan de temperaturen. Maar ik vond hem zo leuk, dacht nou, die neem ik mee. En dat is alles wat ik gekocht heb, dus valt reuze mee. Maar wel echt hele leuke items, dus dat ga ik eventjes opruimen. Trek ik lekker de pyjama aan, Noé hebben we net op bed gelegd. En ja, dan plof ik heerlijk op de bank. Maar ik is nog even de auto weer op de lader aan het zetten, want dat is nodig. En dan ploffen we gewoon samen heerlijk op de bank voor een heel fijn zaterdagavond. Goedemiddag, het is zondag. We hebben een heerlijk ochtendje gehad. Vannacht is de tijd verzet en Noé die werd gewoon op de normale tijd wakker. Dus dan was de nieuwe tijd 8:30, dus dat was echt wel heel fijn. Alleen is het natuurlijk wel eventjes nu de flesjes even wat dichter op elkaar. Hapjes even wat sneller, maar goed, straks komt dat wel weer gewoon in het ritme. Dan houden we gewoon hetzelfde schema aan, dus dat is helemaal prima. Vanmorgen ook nog lekker eventjes gespeeld met haar. En nu ligt ze heerlijk op bed te slapen. Ik ga nu eventjes naar mijn ouders toe. Even helpen met een hapjesplank maken. Dat vind ik ook altijd wel heel erg leuk om te doen. En straks gaan we nog even boodschapjes doen. En we willen ook nog even naar het borghuis. Want ik heb hele leuke plantjes. Alleen daar heb ik geen potjes voor. Dus daar gaan we even naar op zoek. Van deze plantjes hebben we er twee. Die hebben we vorige week gekocht. Maar ze staan nu nog in een schaaltje. Dus daar moet echt even een leuk potje omheen. Ik ben weer thuis. Lekkere, leuke hapjesplanken hebben we gemaakt net. Ik heb wel even een andere trui aan, want ik had currysaus in de trui. Dus die zit gelijk in de was. Dus ik moest wel even wat anders aan. We hebben ook nog even een lekker gebakje meegekregen. Echt super fijn. Dus die gaan we even opeten. Noé is namelijk net wakker en dan gaan we eventjes op pad. Noé was aan het kruipen en op een gegeven moment was het stil. Dus ik dacht, ik ga eventjes kijken. Heeft ze uit de tas haar zakje met koekjes gepakt? Wil je toch niet? Moet hij weer terug in de tas? Wil jij lekker koekje, hè? Hoe krijg je die er nou uit, hè? Hallo, heb je een nieuwe jas aan? Wat is die mooi, Noé? Komt papa er ook aan? Ja, papa komt er ook aan. We zijn weer thuis en we hebben bij het borghuis deze twee mannen gevonden. Een grote en een kleine. Deze gaan we dan allebei naast de box neerzetten. En dan kan daar mooi al haar speelgoed in. Verder eventjes een bosje rozen voor op het vaasje. Dan deze. Ik denk dat het wel heel erg leuk gaat staan in de potjes die we van de week hebben gekocht.
En deze dan voor de plantjes die we nog hadden. Want dat was natuurlijk onze missie. Dus ik ga eventjes alles opruimen. Alles even een plekje geven. En dan is het tijd om uit eten te gaan. Kijk nou hoe enig. Dus ik kan mooi alles wat hierin ligt hierin stoppen. Goedenavond. Ik ben vrij van mijn werk. Vandaag een lekker werkdagje gehad. Nu ook alweer de sportkleding aan. Ik heb nog niet gegeten, want ik ga voor het eten eventjes hardlopen. Eventjes deel 2 van de hardlooptraining doen. Had ik eigenlijk dit weekend willen doen, maar kwam niet zo lekker uit. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik dat nu maar doen. Want morgenavond heb ik alweer de volgende hardlooptraining. Dus outfit aan en ready to go. Ik ben terug van het hardlopen en het eten staat lekker klaar. We hebben een gebakken visje. Met even wat groenten in ketchup. En ik had vanmiddag nog een broodje over van de lunch. Met wat kruidenboten. Dus die hebben we er gewoon bij gezet. Het is dinsdagavond. Een lekker dagje gewerkt. Maar ik ben echt ontzettend moe. Noé wilde niet echt slapen. Wilde echt continu bij ons zijn gisteravond. Dus dat was best echt pittig. Na de opvang was ook wel eventjes een drama. Ze begon echt te huilen. Maar daarna heeft ze wel een heel goed dagje gehad op de opvang. Dus dat is gewoon heel erg fijn. Wij gaan nu even lekker makkelijk eten. We hebben bepaalbroodjes. Doen we lekker even in de magnetron. En die eten we op. En dan ga ik zo meteen sporten. Ik ga namelijk eventjes weer de hardlooptraining doen. En een bootcampje. Morgen ben ik trouwens vrij. En dan gaat Noé wel gewoon naar de opvang. Gewoon ook om het ritme aan te houden. En omdat ik in huis nog eventjes verder bezig wil. Ik wil namelijk ook eventjes al haar kleertjes verder uitzoeken. En op Vinted zetten. Daar ben ik echt continu mee bezig. Maar het is gewoon ook echt heel veel werk. En ik wil nog even de laatste dingen in huis schoonmaken. Waar ik afgelopen vrijdag niet aan toe ben gekomen. Volgens mij had ik dit nog niet laten zien. Maar ik had natuurlijk afgelopen week dit vaasje gekocht. En deze 2. En nu heb ik er afgelopen zondag bloemetjes ingekocht bij het Borghuis. En deze heb ik er voorbij ingekocht. En deze hadden we nog. En ik vind het echt enig staan. En we hadden nog allerlei kaas. Dus ik dacht, ik maak er even een kaasplankje bij met een beetje komkommer. Ik ben weer terug van de bootcamp en hardlooptraining. Ik heb echt een ontzettend rood hoofd. Was ook best pittig, maar wel volgehouden. Noé is nu nog steeds wakker. Het is 9 uur. Die kan echt haar slaap niet vinden. Dus Mike is nu even boven bij haar. Ik ga lekker even in de douche. En als ze dan nog wakker is, ga ik ook even met haar knuffelen. Goedemorgen. Gisteravond en vannacht is het echt wel goed gegaan met Noé. Toen ik natuurlijk gisteren thuis kwam van het sporten, was ze aan het huilen. Mike was bij haar. Ik ben ook naar boven gegaan, want ik ging toch douchen. Haar nog even een knuffel gegeven. En eigenlijk is ze toen in slaap gevallen. Tot vanmorgen. Toen heeft Mike haar wakker gemaakt voordat hij naar het werk ging. En heeft hij haar naar de opvang gebracht. En ik ben nu helemaal alleen thuis. Of nou ja, wel met Lux. En dat is wel echt heel erg lang geleden. Echt wel heel erg gek. Maar goed, kan ik zo meteen ook wel even wat dingetjes in huis verder af gaan maken. Waar ik vrijdag mee begonnen ben. Evelien komt zo meteen hier nog eventjes gezellig een theetje doen. En verder wil ik ook gewoon even haar kleren allemaal op de foto zetten voor Vinted. Want ja, ik heb het telkens wel een beetje opgepakt. Maar ja, er ligt nog zoveel. En dan kan dat ook een keer weg. Dan is het ook opgeruimd, dat stukje weer in huis. Dus daar ga ik eventjes mee aan de slag vandaag. Verder wil ik ook nog eventjes een begin maken van de vlog voor zondag. Dan hoef ik dat niet op een dag te doen dat Mike ook thuis is. Dan kunnen we ook daar gewoon tijd voor elkaar besteden. Dus ja, daar pak ik deze dag wel voor. En met Noé op de opvang is het gewoon ook helemaal prima natuurlijk. En als we haar niet brengen, ja, dan krijg je er ook geen dag of iets voor terug. Dus ik dacht, nou ja, dan gaat ze. Maar dan kan ik hier in huis nog wel eventjes het een en ander afmaken. Maar toch voelt het wel gek dat ik thuis ben en zij er niet is. Ik ga nu eerst even Lux uitlaten. Dan is Evelien hier. Gaan we gezellig een theetje doen. Thank you.
En toen was het alweer middag. Net eventjes lekker geluncht. En nu sta ik in het fijnste kamertje van het huis. In de WH-kamer. Ik ga eventjes de foto's maken voor de items die ik op Vinted ga zetten. En dat doe ik allemaal op mijn kamertje. Die hang ik dan daarop. En dan één voor één foto's maken. Ook even een detail van de maat. Want dat weet ik vaak niet meer als ik het dan ga plaatsen. En dan kan ik vanavond gewoon lekker op de bank die foto's gaan plaatsen. Maar heb ik in ieder geval de foto's alvast gemaakt. Dus daar ga ik eventjes mee aan de slag. En dan kan ook die tas met al die spulletjes even naar zolder. En als ik dan wat verkoop, haal ik ze er dan wel uit. Maar anders ligt het mij hier alleen maar in de weg. Verder wil ik straks ook nog even bezig met de voorbereidingen voor haar verjaardag. Maar ik denk dat ik daar even een aparte video van ga maken. Van wat ik ga doen qua tractatie, voor versieren in huis, tot cadeautjes en dat soort dingen. Dus ik denk dat ik daar even een aparte video van ga maken. En dat ik daar straks ook alvast aan mee ga beginnen. Ik ben aardig goed op weg. Dit staat al op de foto. En dit kleine beetje moet nog. Nou, alles staat op de foto. Ik ben gewoon kapot. Ik heb echt een uur alleen over het fotograferen gedaan. Dus vanavond ga ik op de bank gewoon eventjes alles op Vinted zetten. Kan ik gewoon lekker doen als ik wat aan de televisie kijken ben. Net ondertussen kwam er ook nog een pakketje binnen. Die ga ik even openmaken, want ik heb een nieuwe tas besteld bij Zalando Huis van Esprit. Die had ik laatst in Assen al gezien. En ik dacht, oh, die vind ik echt heel erg leuk. Dus ja, ik heb hem toen niet meegenomen. Nu wel online besteld. En hij is binnen, dus ik ga hem even met jullie openmaken. Nou, daar gaan we. Samen in het groot en in het klein. En ik vond de klein wel echt super schattig. Dus die heb ik meegenomen. Een soort strandtas shopper-achtig idee. Maar ook gewoon zo wel heel erg leuk. Ik denk ook wel makkelijk om mee te nemen naar het werk. Om daar een broodrommeltje zo nog in te doen. Dit is hem. Ik zag dat de camera onder het uitpakken nog even wat verder naar beneden was gezakt. Dus nou ja, dit is hem dan. Super leuk, cute tasje. Mega happy mee. Binnenkant is paars. Normaal hou ik niet van paars. Maar goed, aan de binnenkant boeit het niet. Je kan het dicht doen met een knoopje. Echt heel erg leuk deze. En mocht je willen weten wat hij gekost heeft, hij was €49,99. Ik heb Lux net uitgelaten. Ik heb ook mijn nieuwe tas al in gebruik. Want ik ga eventjes naar de supermarkt. Eventjes Zwitserse aardappelschotel halen. Ik had namelijk al in gedachten om van die vegetarische drumsticks te eten. Nog nooit eerder gehad. Toevallig laatst gekocht was 1 plus 1 gratis. En ik denk dat dat wel lekker is om erbij te eten. Gewoon lekker makkelijk. Maar ik wil ook op tijd weer op pad. Want die wil nog eventjes fietsen vanavond met Remco. En dan ben ik gewoon lekker alleen met Noé thuis. En met Lux natuurlijk. Maar goed, ik ga daarna gelijk ook Noé ophalen. Is nog iets aan de vroege kant, maar ik denk niet dat dat heel erg is. Noé is weer thuis. En is gezellig met haar popje aan het spelen. Wat ga je allemaal doen? Wil je achter de wagen lopen? Mag wel, kom. Moet popje geen bedshop? Mocht je trouwens afvragen welke drumsticks ik nou precies bedoelde, want het was een beetje een warrig verhaal. Deze gaan we dus proberen. Tijd om te eten. Dit is dus onze Zwitserse aardappelschotel. En daar hebben we dus van die vegetarische drumsticks bij. Nu is alleen de vraag, zit daar een bot in? Ik denk het niet. En ik ben ook echt heel erg benieuwd hoe deze smaken. Nee, geen stukje bot. Nou, zit jij ook gezellig bij ons aan tafel? Ja. Kom maar deze kant op. Handje los. Kom maar. Goed zo. Oh, boom. Goed zo. Wil jij die hebben? Wil je daarmee spelen? Goedemorgen, het is donderdagochtend. We zitten in de auto zoals je kan zien. Niet voor een uitstapje, maar ik ga een half dagje aan het werk vandaag. Ik werk ongeveer 1 keer per jaar bij het ROC van Twente. Daar heb ik ook op school gezeten. En dan mag ik de praktijkexamens beoordelen van de front office. Superleuk om te doen. Vorig jaar heb ik ook alweer gevraagd, maar toen was ik hoogzwanger en was ik ook al met verlof. Dus toen heb ik dat niet gedaan, maar dit jaar wel weer. Dus ik ga eventjes die kant op. Mike brengt me, dan zit ook achter in de auto en die komt
komen we dan ook gezellig weer ophalen. Vanmiddag hebben we ook nog iets heel leuks op de planning, want we hebben namelijk een duo massage gepland. Die heb ik gewonnen, gewoon lekker bij ons in het dorp, dus daar gaan we vanmiddag ook nog eventjes naartoe. Ik ben weer thuis van mijn halve werkdagje bij het ROC. Superleuk dagje gehad. We zijn daarna door geweest eventjes naar de Lidl. Mike en Noe hebben hem opgehaald. En we hebben weer flink wat boodschappen in huis gehaald. We gaan even de boodschapjes wegpakken. Ik heb ook echt gigantisch veel op Vinted verkocht. Echt, mijn hele telefoon is ontploft. Dus daar ga ik ook nog snel eventjes wat dingen van inpakken. Ik kan die zo meteen ook al wegbrengen. En daarna gaan we heerlijk door naar de massage. En we hebben dus twee boodschappentas vol met eten. En ook wel even wat lekkers er voorbij. De eerste setjes heb ik uitgezocht en zijn klaar om te verzenden. Wij zijn weer thuis van de massage, net lekker gegeten en inmiddels ook weer de jas aan. Normaal gesproken ga ik niet sporten, maar daar had ik niet heel veel zin in. We gaan namelijk voor het eerst met Noé op de fiets. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Het is nu lekker weer, dus ook de kans om dat eventjes te doen. En eventjes kijken waar we gewoon naartoe fietsen. Wij zijn weer thuis. Wat was het ontzettend leuk met Noé op de fiets. Lekker even een rondje gemaakt. Nu ga ik heerlijk in de douche, want mijn haar is echt ontzettend vet na de massage. Dus ik ga ook bij deze video afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik zie je graag weer terug bij een volgende video. Tot dan!